Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator Classic 2024 met Bliefjes natuurlijk. Zoals jullie zien staan we hier klaar op Amsterdam Muiderpoort Spoor 3. Goedemorgen meester, voor u staat gereed de Sprinter 4624 naar Hoofddorp. Maak uw trein gereed en laat de passagiers instappen, een fijne rit. Nou, dan beginnen we daar eventjes mee, met het openen des deuren, het activeren van de ATB. Zo inderdaad. Staat die te hard trouwens? Nee, staat niet te hard. En dan de verlichting natuurlijk. Die is ook op zich vrij makkelijk om eventjes te doen. Zo. En dan staan wij klaar als sprinter in de richting van Hoofddorp. Zoals jullie gemerkt hebben, is afgelopen maandag is geen Train Simulator video uitgekomen. Had ermee te maken dat de video die ingepland stond helaas corrupt is geraakt. En ik was toen nog op vakantie. Dus kwam er een soort van noodvideo uit die ik klaar had staan voor het gevalletje dat. Dus ja, ook eventjes in de notendop. Ik ben nu net één dag terug van vakantie. En de jetlag is real, om het zo te zeggen. Ja, mijn idee was technisch. In mijn hoofd had ik een heel goed idee om een jetlag een beetje tegen te gaan. Maar dat is verkeerd, ja, helemaal verkeerd uitgepakt. Mijn idee namelijk was... Hallo? Oh, dat is een firm. Ik wil wel zeggen. Wat een lawaai op de achtergrond in één keer. Mijn idee was namelijk om... om... Even kijken. De laatste nacht die we hadden op Bonaire... was ik om 3:30 ochtends wakker geworden. Was het eigenlijk iets van 10:00 ochtends in Nederland dus. Toen dacht ik van, nou, weet je... Ik kan wel eens gewoon proberen om nu wakker te blijven. En dan gewoon door te halen tot de vlucht. Dan ben ik extra moe in het vliegtuig. En dan kan ik mooi slapen in het vliegtuig. Nou, ik was dus om 3:30 wakker. En ik ben ook de hele dag gewoon doorgegaan. En eventjes kijken, onze vlucht die ging toen om... die was al vertraagd ook nog met een uurtje. Die ging om 7:10, Bonaire tijd. Dus was het 10:01 hier in Nederland. Nou oké, dat is allemaal prima. Maar we kregen het eerste uur kregen we eten. Dus ik kon nog niet direct gaan slapen. Dus we hadden het eerder gehad en toen probeerde ik een paar keer te slapen. Maar nou ja, je kunt natuurlijk al bijna voorspellen wat er gebeurd is. En dat is dat ik natuurlijk niet kon slapen in het vliegtuig. Nou, hartstikke geweldig. Ik heb hier ook een lekkere bak koffie naast me staan. Mm. Om af en toe even een zipje van te nemen om mijn keel te kunnen smeren, om het zo te zeggen. Dus ja, ik heb dus niet kunnen slapen in het vliegtuig. De vlucht duurde 8,5 uur volgens mij vanuit mijn hoofd. Dus toen landden wij, ik denk dat het ongeveer 8:50 in Nederland was toen wij landden. En toen moesten we nog eventjes wachten op onze koffers. Ik denk dat wij ongeveer een uurtje door hebben gedaan om Schiphol te verlaten uiteindelijk. Toen moesten we nog eerst naar het Van der Valk Hotel omdat mijn auto daar op de parkeerplaats stond. En, oh, we mogen trouwens vertrekken richting Amsterdam Centraal. Laten we ook even doen. Ik moet zeggen, deuren dicht alsjeblieft. Terwijl je aan de rechterkant nog even een trax voorbij komt gereden. Die gaat waarschijnlijk naar Watergraafsmeer. Maar ja, dat was mijn idee dus. Ja, een beetje verkeerd uitgepakt. Dus ik zat al in de auto. En ik vertrok net bij het Schiphol Hotel aan de A4. En nou ja... Ik had echt zoiets van, oh mijn god, als ik dit dat hengelen moet volhouden. Ik weet niet of ik dat kan volhouden zonder een soort van tussenpose te houden. Want ik was echt gewoon moe. En eventjes kijken. Ik even zien, ik was op een gegeven moment was ook net voorbij Hoevelaken, denk ik. Toen ben ik nog even bij een tankstation ben ik gestopt. Om eventjes... om even wat koffie te halen in ieder geval voor het laatste stukje terug. Nou, dat ging op zich goed. En ik heb de hele dag heb ik gewoon doorgehaald in Nederland. Ja, ik heb echt gewoon de hele dag volgehouden. Dat was echt verschrikkelijk. Ik ben gewoon dingen gaan doen om maar wakker te blijven. Ik bedoel, boodschappen halen, dat soort dingen. Dus ik heb maar even wat dingen gedaan om wakker te blijven. En toen was op een gegeven moment 8:30 in de avond. Nou, toen was ik echt gewoon gebroken. Was ik echt kapot. Dus ik ben om 8:30 of 9:00 ben ik even gaan slapen. Werd ik... Was het 10:30, 11:00 werd ik nog een keer wakker. En... Toen lukte het me gek genoeg wel om...
Oh, wauw, ze zijn hier flink aan het bouwen, of niet? Ben ik hier nou zo weinig aan voorbij gereden, of? Nee, dit is een update van de HSL. Ik ben hier waarschijnlijk gewoon... Ik ben hier zo weinig aan voorbij gereden. Ik vond mij dit is een verbouwing nu voor de eerste of tweede keer zie. Denk ik. Ik heb dit... Volgens mij heb ik dit hele stukje van de HSL sinds de update gewoon compleet niet gereden. Moet je nagaan. Dat ik dit een verbouwing is die ik me niet eens kan herinneren. Maar goed, anyway. Ik heb dus van gisteravond 8:30 tot 's ochtends 8 uur heb ik geslapen. Dus ik heb... Ja, moet je nagaan. Ik heb ongeveer iets van... dit is een Lucky Factor combinatie. Dus ik heb iets van 11 uur geslapen. Nope. En ik ben vanochtend wakker geworden. En ik had het idee dat ik nog wel had kunnen slapen. Maar dat heb ik niet gedaan. Want uiteindelijk moet ik toch een beetje weer aan het nieuwe ritme moet ik voldoen. Dus om 8 uur, 8:30 ben ik opgestaan. Omdat ik gewoon dacht van, ja, ik kan nu wel gewoon doorgaan slapen, maar dan kom ik nooit meer dat ritme terug. Dus ja, ik heb flink geslapen in ieder geval, maar ik voel me nog steeds moe, gek genoeg. Maar ja, dat komt omdat het nu... Ja, normaal gesproken had ik nu nog geslapen in de tijd van Bonaire. Het is nu namelijk 10:30 in de ochtend als ik deze video opneem. En in Bonaire hadden wij nog geslapen momenteel. Dat klinkt heel gek. Maar we hadden nog geslapen. We sliepen elke ochtend tot ongeveer 6 uur 's ochtends. En dan gingen we douchen. En ja, 6 uur 's ochtends is hier 12 uur 's middags. Dus ja, je loopt gewoon weer... Ik moet zeggen dat de heenreis naar Bonaire had ik minder moeite met acclimatiseren dan de terugreis. De heenreis was voor mij, ja, je bent wel moe, maar je doet alles gewoon 6 uur later eigenlijk. En alles 6 uur later doen is op zich makkelijker dan alles 6 uur vroeger doen. Nou weet ik alleen niet hoe ik mij gevoeld zou hebben op het moment dat ik mijn slaaptijden gewoon op en neer had aangehouden. Want ja, dat had kunnen zijn dat ik ook niet had kunnen slapen in de vliegtuig en dat ik misschien ook hier moeite had met slapen, geen idee. Maar ik heb het in ieder geval zo gedaan. Dus ja, of ik het de volgende keer anders zou doen, weet ik niet. In het vliegtuig heb ik op zich ook wel... Ja, wat kun je in het vliegtuig doen? Je moet af en toe wel een beetje rondlopen, omdat je altijd toch lamme benen krijgt elke keer. Het is hier wel een beetje druk in Amsterdam trouwens. Kun je wel merken aan de FPS hier. Misschien jullie iets minder dan ik kan, maar goed. Maar we zitten momenteel op... 14 fps, als het niet minder is. Dus dat is super lekker. Dat is ook het minimale wat je aan frames kunt hebben volgens mij. Natuurlijk, al die koersborden zijn ook ingesteld natuurlijk, hè? Waarschijnlijk. Oh, wat netjes. Super netjes gedaan hoor. Dat mensen allemaal de moeite nemen om die koersborden zo netjes ook in te stellen, dat vind ik echt knap. Even kijken, hoeveel bak hebben wij? Ik denk dat ik hem wel kan verwaarlozen bij de 4, toch? Dat is wel verwaarloosbaar, toch? Ja, 4 kan wel. Oké, weet ik dat voor de volgende keer. Nou, die tractie gaat er vandoor. Wij doen ze van de deur open. Maar ja, goed, het was dus een... een flinke... Oh ja, natuurlijk, de tyfoon wordt hier afgebroken door het FPS. Boeien. Dat zei het maar zo. Wij mogen hier om 41 mogen we vertrekken. Dus wellicht dat ik dan eventjes de tijd een beetje vooruit kan spoelen. Want bij de poort heb ik ook al vrij lang stilgestaan. Maar goed, ja. Ik dacht eerst van jetlag. Ja, ik had echt heel in mijn hoofd zitten dat... dat de jetlag... voor de terugweg makkelijker te handelen zou zijn dan voor de heenweg. Nou, heb ik het daar van goed mis mee gehad, jongens. Goeiedag, hé. Dat was echt een goede hel, was dat wel. Voor mij. Nou ja. Ik acclimatiseer me vanzelf weer aan Nederland, dus dat komt wel goed. En ik heb verder ook natuurlijk een hele mooie vakantie gehad. Dat eerlijk is eerlijk.
Ik doe dit trouwens wel weg trouwens, die we nu nodig. Ik weet mijn weg hier wel te vinden onderhand. Terwijl de... Ik denk dat de sprinter naar Zandvoort is trouwens die daar vertrekt of niet soms. Even kijken. Ja, Zandvoort. Zandvoort aan meer. Maar ja, de AI die mag toch altijd een beetje cheaten met de snelheid als het down gaat. Anyways. Ja, nee, ik heb echt een super mooie vakantie gehad. Ik heb echt hele mooie dingen gezien en meegemaakt. Ik ga er in deze video bewust niet veel over vertellen, omdat ik natuurlijk ook nog een 2 aparte vloggen erover ga maken. De eerste vlog die komt zal een vlog zijn over de hoe heet dat? Over het verblijf of mijn verblijfsplek op Bonaire. Dus gewoon een review van het hotel eigenlijk, om het zo te zeggen. En de tweede vlog die uitkomt zal over het, over het hele eiland gaan. Dus wat je allemaal kunt doen op Bonaire. Dus dat zijn de 2 vloggen die er aankomen. Maar echt super mooi gaat. Echt super mooi. Ik zeg van het enige wat ik gewoon in mijn hoofd had zitten is dat de heenweg gewoon moeilijker zou zijn dan de terugweg. Ik dacht van ja, de terugweg, ja, je doet gewoon alles een beetje lekker vroeger. Dus het zal wel goed komen. Maar nee, het is omgekeerd. Maar ja. En nogmaals, de reden dat het dus maandag geen video was. Ik zag dat, ik wou hem live zetten, maar ik zag dat die hele video was naar de knop mee in. En dat was voor mij gewoon remote niet op te lossen. Ik kon natuurlijk niet met mijn PC komen en dat soort dingetjes. Dus ik dacht van, het zal allemaal wel. Ik heb altijd, in dit soort gevallen heb ik altijd een noodvideo heb ik geüpload op YouTube staan. Dus dat ik in sommige noodgevallen ervoor kan zorgen dat ik een soort van video online kan gooien als er ja, echt problemen zijn. Nou, dat heb ik nu mooi kunnen doen. Dus daar was ik nog blij mee. En ja. Nou denk ik van, dan ben ik thuis. Kan ik mooi nog even een video opnemen. En dan kan ik aan de vlog beginnen. Van Bonaire. Terwijl wij onze weg nu wat meer kunnen ik hoop dat de FPS zometeen ook wat hoger wordt. Ja, we zitten nu op 18, 19. It's something, om zo te zeggen. Al zal ze nou dan niet echt heel erg hoog worden hier. Nou, misschien moet ik even met iets afsluiten hier, oh. Zo. Oh, wow, heel goed. Ik zeg afsluiten, niet breng maar vol in beeld of zo. Misschien dat nog een beetje impact had op mijn videokaart, ik weet het niet zeker. Nou, zo meteen komen we aan bij Muiderpoort. En als het goed is, is het hier gewoon eventjes een klein beetje druk in Amsterdam. Dus dan heb je altijd wat minder FPS. Hoor mij dan, we komen zo bij Sloterdijk. Goeiedag. Ja, ik merk dat ik echt heel fit ben momenteel. Ik neem nog even een zipje koffie. Waarom ga je sneller, vriend? Dat is zo onnodig te snel gaan. Nou, FPS is weer prima te handelen wat het mij betreft. Even een beetje tractie bijgeven, want ik wil natuurlijk niet te langzaam naar het station ingaan. Dankjewel. En wat ik nog in mijn vakantie heb gezien, wat ik op zich vrij goed nieuws vond, is dat Rob Jansen, die had een hele mooie preview. En dat was namelijk een preview van Achterhoek en Twentelijnen. En daarin was te zien
Dan natuurlijk de routebouwers van die route. Die hebben stiekem nog... Oh shit, ik heb bakbordje 4 gewoon compleet over het hoofd gezien. Ik zag 6 pas als eerste. Maar die hebben weer stiekem... Hebben ze natuurlijk weer een stukje bijgebouwd. En op die route gaat nu helemaal van... wat is het? Van Oldenzaal helemaal naar Zutphen. Ze hebben gewoon dat hele lijntje hebben ze gewoon gefixt. Hoe cool is dat? En die route komt op... volgens mij was het... Ze hadden een release dingetje neergezet, maar ik kan niet op de kalender drukken. Ik ga heel even op Dutch Sims kijken. Oh, over Thalys gesproken trouwens, die ik hier zie. Of Eurostar. We reden terug vanuit Hoofddorp naar het oosten des lands. En toen reden we dus voorbij de... En daar komen we zo meteen ook nog langs. Toen reed ik dus langs de... Voor mij was het de A4, dacht ik. Ik weet niet welke stuk dat precies... A4, A6. Maar in ieder geval dat ik dit langs stukje spoor gaat vanaf Hoofddorp. Daar zag ik een Eurostar, zag ik mooi de flyover oprijden. Dat was best wel mooi. Even kijken, Achterhoek en Twentelijnen. Even zien. Waar is die announcement? Blablabla. Hengelo Zutphen, lalala. 16 augustus zal de route uitkomen. Dus ik zat een beetje te denken. Of ik in die periode dat een livestream ga doen. Oh, want even kijken, 16 augustus op een vrijdag. Dus misschien dat ik de 17e ga streamen of zo. Kijken of dat lukt. Want dat lijkt me wel mooi om dat eventjes bij die route te doen. Dus er zijn heel veel dingen zijn er gedaan, ook aan de route. Daarnaast hebben ze de F35 in Enschede doorgetrokken tot het station. Zoals in het real life ook is. Moet het wel eens hier zo lang stilstaan of wat is hier de bedoeling van? Oh, we gaan zo weg. Oh, mij dat is lekker ongeduldig zijn. Moet ik zo bij Lelia? Ja, oké. Okay. Op naar Lelilaan. Even kijken. Daarnaast kunnen we melden dat nu echt de laatste fase in de route op 16 augustus uitkomen. Nou, wap bam. Zo doen we dat. Hartstikke mooi. Dus, maar dan zit ik even te denken, want we hebben heel veel grote routes. De grootste die ik mij nu kan bedenken... Kijk, laten we even buitengesloten. Voor mij zijn ze allemaal heel erg groot. Laten we dat niet vergeten. Maar kijk, Hart van Nederland is natuurlijk een dikke die-hard route is dat. Die is groot. Noordoost-Nederland is groot. De HSL is lang. Ja, kijk gewoon zelf eventjes mee. Ik bedoel, dit helemaal. I mean, je kunt het moeilijk klein noemen natuurlijk. Maar Achterhoek en Twentelijnen, dat wordt ook echt een hele grote... Nogmaals, bijna alle routes van ons zijn wel nu groot. Maar Achterhoek en Twentelijnen wordt ook wel een flinke unit qua route hoor, volgens mij. Want je kunt dan van Enschede naar Apeldoorn. Je kunt zoveel kanten op, holy crappers, hé. Wacht, we hebben zo'n mooi ding daarvoor. Waar is die mooie TS-map? Hier is die. Terwijl met deze scheurbak natuurlijk wel gewoon knetertje snel gaan nog. Goeiedag, hé. Wat mooi ook gewoon dat dit ding zo snel kan optrekken. Eventjes de verkenbord in de gaten houden. Ah, kijk, daar hebben we hem. Bremsen, bitte. Beste reizigers, het volgende station is station Amsterdam-Lelylaan. Station Amsterdam-Lelylaan. Uitstappen kan en rij richting links. Als je even gaat kijken, dan moet ik even die legenda eventjes... even kijken, Achterhoek en Centrum is het enige die ik wil zien, dus de rest moet ik even uitvinken. Zo. Groenhaard, olie, bla 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 bla. Uit zo. Oké, dan even een beetje bijremmen. Want het liefst wil ik bij bakbordje 4 stoppen namelijk. Nou, voor mij zijn de bakbordjes allemaal rechts. En hoop ik niet dat er eentje weer stiekem is verstopt ergens. Ook mooi dat de CTA's netjes weer bijgewerkt zijn op Hoofddorp.
Zo. Hartstikke mooi. Even de deurtjes open hier. Want kijk, als je dus nu eventjes de Achterhoek bijpakt. Dan kun je van Winterswijk naar Zutphen. Dat kun je dus nu al. Je kunt van Dieren kun je tot, ja, weet ik veel wat, Deventer tot Dieren kun je. En dan heb je natuurlijk ook nog de stoomtrein tussen Apeldoorn en Dieren die je kunt rijden. Je kunt van Apeldoorn naar Zutphen, Apeldoorn en Enschede. En nog een keer dan vanuit Oldenzaal naar Zutphen. Ja, deze route wordt groot. Die wordt echt heel erg groot. En nogmaals, we hebben natuurlijk wel meer grote routes natuurlijk. Want, even kijken, we moeten eventjes weer verder rijden. Laten we eens even een drive-by doen. Moet ik wel... Oh, chips. Oké, dan verknak ik het gewoon. Even kijken. Zo. En dan wil ik deze even bij openstaan voor de zekerheid. Want anders gaat de ATB zo meteen op 80 springen. Dus ik wil liever even niet sneller rijden dan 80. Zo, dat was de drive-by. Zo, en nu kan ik dan even de ATB in de gaten houden als het begint te zeuren. Oh, dat is pas hier, denk ik. Zolang de ATB niet begint te zeuren, dan kan ik gewoon doorrijden, toch? Dat is dus nu. Maar goed, als we even de andere routes gaan bekijken. Kijk, de IJssellijn is een oude route. Maar de IJssellijn is gewoon lang eigenlijk. Vechtdal is ook een leuke route natuurlijk, de Vechtdallijnen. Een klein beetje terug naar 80 in. Dat krijg je ervan als je ook een beetje gefocust bent op het andere scherm. Zo. Even kijken, de oude lijn. Oude lijn is gewoon, ja, prima. HSL is gewoon knetertje lang. Noordoost-Nederland, ja, die is ook best wel groot. Noordwest. Ja, dit is ook wel best legacy, maar ook wel aardig groot. Zuid-Limburg is natuurlijk het leuke lijntje in, nou, Zuid-Limburg, de... Kijk, hier reed ik trouwens. Moet ik even een klein stukje verder waarschijnlijk. Nog heel ietsje verder daarvoor. Kijk, op deze snelweg reed ik dus. En ik denk dat dit de A4 is dan. Waar we nu naast aan het rijden zijn. Dus hier reed ik. En waar de ICNG reed, daar reed dus een Eurostar. En die zag ik dus heel mooi die flyover opgaan, terwijl ik op de snelweg aan het rijden was. Dus dat was wel even een mooi stukje om terug te zijn in Nederland. Dat ik dus hier op zag rijden. Dacht van, oké, dit is wel best wel nice eigenlijk. Maar nog even een slok koffie voor de koken trouwens. Als het nu al meer lauw dan koud, maar goed. Even kijken, dan hebben we nog het Groene Hart. Is op zich ook een leuk lijntje naar het olielijntje. Oosten van Nederland. Oh ja, god. Het oosten van Nederland, dat hebben we ook nog inderdaad, ja. Mijn god. Het oosten van Nederland, ja. Als je het nog over een stukje legacy hebt. Hart van Nederland, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een grote route. Het zuiden van Nederland heb je ook hartstikke mooie dingen. Zuidwest-Nederland heb je ook nog. En wat nou als ik alles weer even reset all doe? Of gewoon even deze map aan ga reloaden? Dus als je al gaat kijken wat wij überhaupt in Tracy Simulator hebben gevirtualiseerd. Jongen, wat mooi, hé. Je kunt er zoveel dingen doen. Je kunt... Ja, je moet dan wel over verschillende routes gaan kijken. Maar je kunt van Enschede al naar Amersfoort heen rijden. Het enige... Ja. Het enige wat dan... Je kunt ook wel van Enschede naar Utrecht heen rijden. Dat gaat ook trouwens wel prima lukken. Van Enschede naar Utrecht rijden. Maar goed, vanuit Utrecht naar
Hilversum. Even kijken, gaat het ook al? Utrecht naar Hilversum? Volgens mij wel toch, dacht ik. Dat er al moet liggen. Even trouwens de snuit in de gaten houden, jongen, sorry. Want hier rij je namelijk best wel snel, te snel. Hoe doe je dit leuke dingetje ook alweer? Was dat? Nee. Is dat deze, ja? Oh, ik merk er niet zo heel veel van, helaas. Oh. Ja, hier is Hilversum. Je rijdt natuurlijk niet van Utrecht naar Hilversum, duh. Je rijdt vanuit Amersfoort naar Hilversum, maar dat kan wel. Alleen vanuit Hilversum naar Amsterdam, dat is een probleem. Want, even kijken hoe dat zit. Wat volgens mij gaat... Het Hart van Nederland gaat maximaal tot Weesp. Oh. Ik moet die echt even remmen. Ja, die heb ik dus glad had gemist, die 4. Ik had niet gedacht dat die al zo ver... Ik dacht dat de SNG veel harder remde dan dit. Ik rem met ongeveer 80% rem ik. Of is dat iets van veranderd in de laatste updates of zo? Ik dacht dat het ding voorheen echt knetertje had kon remmen ofzo, maar... Misschien dat ik een fout heb. Maar ja, goed. Eventjes kijken. Even kijken, station Weesp. Dit is onderdeel van het Hart van Nederland. Ja, Hart van Nederland gaat tot Weesp. En de... Even kijken, welke stations zijn dit? Amsterdam Science Park. Dat is nog een klein gedeelte van de HSL-route. En daartussendoor ligt niks. Dus, tussen Amsterdam Science Park en Weesp, daar zit een soort van, ja, noem het een aanknopsprobleempje. Of wacht even, dit vind ik trouwens wel een prima sfeertje voor een screenshot. Wat jullie, jongens? Even kijken hoor. Ja, Schiphol is mooi opnieuw gebouwd. En daardoor is de sfeerverlichting ook heel erg compleet veranderd. Dat is echt wel nice gedaan. Zo, nu verzonden mensen erop. Echt wel heel mooi gedaan trouwens hoor. Moeten we ons ook nog afrangeren strakjes? Ja, moeten we straks afrangeren. Dus niet direct het scenario beëindigen. En wat is als... Ja, en is een soort van aanknoppuntje tussen... Wat zitten we? Almere Poort en Diemen. Dat zou ook nog een aanknoppuntje kunnen noemen. Maar ja, het is verder wel heel erg groot geworden hoor. Oh, is er nog een pauze volgens mij? Hallo? Oh nee, hij stond niet op pauze. Ik dacht dat hij op pauze stond, maar dat was niet zo. Het is gewoon dat die personen heel erg stilstaan. Dus dat zou ik misschien nog een aanknopspuntje kunnen noemen, maar... Voor de rest, via Utrecht kunnen natuurlijk alle kanten op. Want... Er zijn wel heel veel routes aan Utrecht geknupt. Ja, we hebben echt al gewoon heel veel voor elkaar gekregen als het gaat om virtualiseren van routes. Echt heel veel. Oh. We mogen er vandoor. Zo. Ja, we zijn dus niet met de trein naar Schiphol gegaan uiteindelijk, als het idee van vakantie. We zijn dus met, we hebben dus zo'n parkeerarrangement bij Van der Valk langs de A4 genomen. Werkt ook dikke prima hoor. Straks mogen we 130 rijden en dan is onze laatste stophalte station Hoofddorp.
het op? Ik ben nu ook trouwens alle foto's aan het... Of foto's. Alle video's van de GoPro ben ik aan het overzetten. Want... even kijken. Ik had... natuurlijk heel veel video's gemaakt met de GoPro op vakantie. Heb ik namelijk aan de auto geknipt dat toen we daar gingen rijden. Dus dat was best wel mooi. Dus al die... dat is 130 gigabyte geworden zelfs. Hij is nu op de helft van het kopiëren, dus het gaat nog wel even duren. Even een tractie geven voor dit steile gedeelte. Want zelfs met 100% tractie hou je je snelheid gelijk hier. Beste reiziger, het volgende station is station Hoofddorp. Station Hoofddorp is de eindpunt van deze trein. Dus wordt alle vriendelijk verzocht om hier uit te stappen. Is station Hoofddorp uw eindpunt? Vergeet dan niet om uit te checken en vergeet bij het verlaten van de trein niet om even om u heen te kijken en al uw eigendommen mee te nemen. Beste reizigers, het volgende station is station Hoofddorp. Eindpunt van deze trein. U wordt hier vriendelijk verzocht om uit te stappen. Dear passengers, the next station is station Hoofddorp. En zoals u kunt zien zijn de CTA's netjes ook op aangepast. Do not board. Niet instappen. Zo. Tien uur zes moeten we hier vertrekken. Nou, we staan hier dan wel eventjes... even stil. Maar, als ik het zo zie... dan zou het kunnen zijn dat hier nog wel ergens een trein voorbij komt. Tenminste, ik zie daar een knipper 6. Ja, ik wilde trouwens niks zeggen. Dat wil niet precies zeggen dat hier een trein voorbij gaat, maar... had gekund. Oh, toch wel. Hallo. Het is een wilde ICM. Even pauze, dan kan ik zien waar hij naartoe gaat. Schiphol Airport. Je gaat de verkeerde kant op. Of hij is vergeten zijn koersborden op de meest grootste bestemming van heel Nederland te zetten. Niet instappen. Als je het mij vraagt, is dat de grootste plek van Nederland. Je ziet, maakt niet uit waar je staat, er gaat altijd een trein naar niet instappen. Maakt niet uit waar je staat. Zijn Enschede gaat er waarschijnlijk een trein naar niet instappen. Je staat op Hoofddorp. Trein naar niet instappen. 100 punten. Komt ergens. Zie, onze trein gaat ook nog niet instappen. Nah. Gekhuis, Hoofddorp, niet instappen. Je hebt overal aansluitpunten naar niet instappen. Dat is echt gewoon niet normaal. Dat is Duitsland. Meest grootste, als je over de autobaan rijdt, 100 punten, je hebt de afslag naar Oostvaart. Overal. Je rijdt net gewoon naar voorbij, je kunt de Oostvaart. Je rijdt bij Oberhausen, je kunt naar Oostvaart. Niet normaal. Net zoals in Nederland kun je overal niet instappen. Ja, schijnbaar is het een hele grote plek. Geen idee. Nou, die andere SNG die is net weggereden.
Die is naar Schiphol ingegaan. Even kijken, komt hij nog maar door? 10:05, Schiphol naar Baarn. Voor mij is het niet te laat. Alright, menu. En dan gaan wij afrangeren. Zijn mijn camera wel goed? Oh, really? Oh, don't mind if I do. Oh, nou ja. Voor dat kleine stukje optrekken, dat heeft ook weer vrij weinig zin, denk ik. Als je toch niet direct daarna 40 mag. Ja, Hoofddorp Opstel. Natuurlijk wel een van de bekendere opstelterreinen hier in Nederland. Voor als je de HSL opgaat, kun je op of afgaat. Ook als je meer afgaat, kun je natuurlijk Hoofddorp Opstel kun je hier mooi zien. Terwijl er veel mooie treinen staan opgesteld. Nou, eens even kijken, waar mogen wij onze trein strakjes neerzetten? Ah, kijk, hier is de IC naar Schiphol ingegaan dus. Ik denk dat hij hier zo meteen terechtkomt. Ja, dacht ik al wel. Dat is ook wel een goede foto hoor. Moet ik natuurlijk verder dan de ICM zetten, maar niet verder dan de SLT. Dus even kijken of dat een beetje gaat lukken. Denk ik zo'n beetje hier ergens. Gewoon mijn gevoel zegt hè. Even van dat je bij het trapje, dat is wel makkelijker zo. Alright. Snel eventjes op pauze drukken. Even kijken hoe ik het dan neergezet. Aardig. Ja, ik zou zeggen aardig inderdaad, ja. Kun je hier wat leuks van maken? Even kijken. Nou, die ICNG is te lang om erbij op te zetten in ieder geval. Dus dat wordt hem niet. Dit kan wel. En... Nee, de ICNG is echt te lang. Die kan ik er niet echt mooi bij opkrijgen, maar... Dit zou nog wel kunnen. Iets van een achterheen zo. Maar dan hebben we alleen hier niks, hè? Dus dat is een beetje zonde. Goed. Beste medekijkers, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En voor het meegaan met het scenario. Het scenario wat zojuist gereden is, is natuurlijk een scenario van onze scenario maken. Gek idee. Mocht je de episode leuk vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, kun je uiteraard abonneren op het kanaal. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Bye bye.